Ik was zo overtuigd van mezelf dat ik overal binnenkwam. Hè? Mensen wisten niet wie ik was. Ze wisten ook niet wat ik was. Maar ze wisten wel dat er iets was met die gozer. Wie is hij? Want ik blonk werkelijk van ambitie. Hè? Als je op die manier kijkt naar dingen, mensen en ervaringen, is alles magisch. Want je hebt de hele dag krijg je dingen. Ja. Als je maar durft te ontvangen. Jongens, ja, jullie moeten mij helpen. Want ik moet al heel snel heel veel geld verdienen. Nou, had ik me voorgenomen om het daarna rustig aan te gaan doen. Maar die hoor je vaak. Maar één keertje. Dus vooral niks veranderen aan mezelf. Nee. Hè? Want daar zat het probleem natuurlijk. Hè? Die onrust die ik had. Ja. Die zoektocht. Ja, grappig eigenlijk dat je de onderwereld opzocht. Terwijl je moest ook wel naar de onderwereld, maar in jezelf. Ja. Dit is waar jij jezelf weer kan redden. En kan worden wie je graag wil zijn. En zeg maar, je zal anders moeten nadenken. You gotta disconnect to reconnect. Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 195. Van reageren naar creëren. Een dieptegesprek met Stacy Seedorf. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo lieve dames en mensen, vandaag heb ik iemand die heel bijzonder is, want ik ken deze meneer, die komt al heel lang mijn woonkamer in. Ik denk al, nou, we leven jaren 80. Begin jaren 80, begin jaren 90. Slave to the music, hè? Dat nummer, wie kent hem niet, 24/7. Toen kwam je al binnen, stond ik al op je te dansen. En we hebben elkaar laatst ontmoet bij Manifestation. Ja. Dat is een prachtige event waar we echt zijn gaan manifesteren en helen. En in die 3 dagen hebben wij een hele bijzondere klik. Nou, is er nog steeds, maar we hebben ook echt heel veel mooie diepgaande gesprekken gehad. Vrij snel. Ja. Jij doet prachtige dingen, want ja, Slave to the Music 24/7 was ooit een fase in je leven, een bewustzijnslevel. Nu zit je op een totaal ander level en doe je zoveel mooie dingen, dat we zeiden, nou, dan gaan we die podcast opnemen. Want jij is, bent zo inspirerend en jouw energie is zo fantastisch. Nou, fijn om te horen. Ja, echt. En ik heb, om even terug te gaan naar het oude verhaal, daar heb je een prachtig boek over geschreven. Mijn leven, mijn keuzes, mijn gevolgen. Ja, ja. Dat gaat echt over de tijd van begin jaren 90. Je bekendheid, je beroemdheid, maar ook alle heftigheid die daarmee... Vooral over de impact daarvan eigenlijk. De impact. Ja. Maar vooral ook hoe jij, en dat is echt bizar, de heftigheid gebruikt hebt om jezelf te upgraden. Ja. En dat is natuurlijk wat we allemaal cognitief weten. Mm-hmm. Oké, ik maak iets heftigs mee. Oké, ik mag er wat van leren. Maar ga het maar doen. Ja. Ga maar uit je slachtofferschap. Ga maar... Nou, dat. Dus daar gaan we het zeker vandaag even over hebben. What did you do? Ja. Ja. Want you walk the talk. Ja. En dat hadden we het net nog even over. Mm-hmm. You practice what you preach. En een van de preaches die jij doet is your state of mind. Dat als jij eerst goed voor jezelf zorgt en bewust bent, want wat gaat er in mij om? En wat zijn de gedachten daarbij? En op welke frequentie zit ik dan? En draag dat bij aan mijn hogere doel? Ja, dan ga je. Dan zit je in de flow. Doet het dat niet, dan heb je work to do. Ja. En work to do vergt ook weer wat. Absoluut. En dan zitten we weer in dit boek, denk ik. Ja, ja, je komt eigenlijk doordat je daarmee bezig gaat voor jezelf, kom je dus in creatiemodus. Hè? Je gaat dan creëren van wat je heel graag wil. Ja. In plaats van dat je reageert op wat je denkt dat het leven nou eenmaal is. Dit is gaaf wat je zegt. Dus van reageren naar creëren heet je boek. Ja. Niet iedereen kijkt, dus dan hoor je het. Mm-hmm, mm-hmm. Jij zegt eigenlijk als je reageert, als ik je goed samenvat, maar jij gaat dat er vast uitleggen. Mm-hmm. Dan is het ego. Dan kom je in pijnpunten en dan ga je jezelf verdedigen. Mm-hmm. Maar als je gaat creëren, sta je er los van. Ben je detached en dan kun je gewoon je potentie Om te beginnen neem je volledige verantwoordelijkheid voor de situatie waar je op dat moment in zit. Want die verantwoordelijkheid, daar zit je power in. Als jij beseft dat je ergens op een of andere manier toch keuzes hebt gemaakt, al dan niet bewust, die geresulteerd hebben in de situatie waar je daarin zit. Of je hebt ja gezegd terwijl het misschien niet helemaal handig is. Of je hebt iemand te lang bij je gehouden. Dat is toch een keuze die je dan maakt om niet los te komen van die persoon. Of je zit ergens zelf te lang.
Dan gebeuren er dingen met je. En als je voortdurend de overtuiging hebt, of jezelf ervan overtuigt dat je er niks aan kan doen. Want ja, dat is nou eenmaal, ja, dat heeft hij of zij gezegd dat ik dat moest doen. Of ja, ik moet dat doen van dit of van dat. Ja, dan hou je jezelf in die positie. En dan reageer je continu op een wereld die eigenlijk een reflectie van jouzelf is. Dus op het moment dat je daarvan bewust bent, dan kan je bewust gaan creëren met de vraag, oké, maar wat wil ik dan eigenlijk wel? En dan ga je dus in die creatieflow komen. Ja, en als je eenmaal daarin zit, ja, dan ontdek je de magie van het leven echt. Ja? Ja. Dus als je reageert, ben je eigenlijk constant te laat. Leef je eigenlijk constant het verleden? Ja, zonder meer. Want dat herhaalt zich. Exact, want je creëert niks. Je loopt eigenlijk elke dag, loop je direct je eigen verleden in. Ja. He, want ik zie soms ons brein wel eens als een soort navigatiesysteem. Heel geavanceerd, maar het kan natuurlijk niks zonder instructies, zonder een programma. Nee. En als je het programma niet een upgrade geeft, dan doet het altijd wat het kent. Ja. En dat is hetzelfde als gisteren. En morgen doe je waarschijnlijk hetzelfde als vandaag. Hoeveel mensen ontmoet jij die zo zelfbewust reflecteren? Nou, relatief weinig, hoor. Ja, hè? Ja. Waar ligt dat aan, denk jij? Ja, ik denk dat wij dat komt omdat we vanaf hele jonge leeftijd eigenlijk al van onze intelligentie bijna vandaan getrokken worden. En als kinderen, ik heb mijn oudste zoon is 33. Mijn jongste zoontje die is 2 weken. Ja, zo dus, ja, dat was nog even spannend tijdens die 3 dagen. Ja, komen of niet? Ja, die is 2 weken. Gefeliciteerd. Dankjewel. En ik zit bij mijn 2 jongste zoons, die andere die is 2, zit ik in een hele andere fase van mijn leven. Dus ik kijk heel anders naar deze wezentjes. En naar deze opvoeding. Zielen en naar opvoeding. En, want je oudste is 33, die is misschien nog meegegaan in het systeem. Absoluut, want daar zat ik zelf ook nog hartstikke in vast. Hè. Ik was toen zelf 20. Ja. En dus ik moest mezelf nog uitzien te vinden. 20? Ja. Ja. Wauw. Ja. Oh my god. Maar nu ga je anders met dingen om. En nu wil ik vooral zien wat mijn zoontje, wie hij echt is. Wat hij nou wil, wat hij kan. Ze zijn emotioneel zoveel intelligenter dan de meeste volwassen mensen. Dus ja, dan wil ik het daarvan leren. Ja. Maar dat kan alleen als ik hem dan laat zijn. Hij moet er wel zijn. Ik wil weten, wat kom je dan doen, lieverd? Wat kom je dan doen, joh? Je laat schijnen, schijn je licht op de wereld. Met datgene waar je, met je talenten, met je competenties. En ik denk dat als wij op die manier meer omgaan met onze kinderen, ja, dan blijf je in je kracht zitten ook. We moeten later, op later leeftijd, en dat is wat wij als coaches doen, moet je mensen de weg terug zien te tonen naar zichzelf. Ja. Mensen zijn verdwaald. Ja, dat zijn wij. Dat zijn wij met onszelf en met de wereld om ons heen aan het doen. Ja, ja. Maar ook wij zijn nog altijd onderweg. Want dat hoor ik ook wel eens mensen denken, omdat we het uitdragen. Mm-hmm. Van heel jezelf, verbind jezelf. Kom bij je potentie. Nou, dan zijn zij klaar. Ja, voor mezelf sprekend. Mm-hmm. I'm just starting. Ja, hè? Ja. En hoe meer ik in dit veld zit, hoe dieper ik mag komen. Exact. Ik vind het heel therapeutisch wat wij doen. Heerlijk, wat ik doe vind ik heel therapeutisch. Ja, ik vind het fantastisch. Maar ben ik sowieso iemand die heel nieuwsgierig is. Hè? Ja. Ik leer werk. Ik zeg wel eens, iedereen is mijn guru. Ja. Als je aan elke ervaring ook. Als je op die manier kijkt naar dingen, mensen en ervaringen, is alles magisch. Want je hebt de hele dag krijg je dingen. Ja. Als je maar durft te ontvangen. Maar dat is mooi, want dan zeg je ook als iets is wat je zou kunnen zien als naar of een vervelend mens of een nare situatie of je wordt opgelicht. Of, dan zie jij dat niet als iets tragisch, maar iets magisch. Exact. Dat is een mooie. Niet tragisch, maar iets magisch. Ja, dus je ziet het als een cadeau om uit te pakken. Juist. En dat is trouwens ook, hè, dat is trouwens ook in mijn boek, hè, van reageren naar creëren. Eigenlijk zegt het dat ook. Wat wil je nou met jouw leven, met jouw belevingswereld? Wil je nou dat je denkt, nou, dit gebeurt er, dus hier moet ik op reageren? Of vraag je af, wat is nou mijn rol geweest in dit wat nu gebeurt? En wat wil ik nou? Vind ik dit prettig? Nee, wat ga ik dan doen om dat te voorkomen voortaan? En ook als je het antwoord niet weet op hoe,
gun dan jezelf de tijd. Hè? Want dat is weer de volgende, echt dat mannelijke opvoedmodel. Dat we dus moeten gaan en presteren. Mm-hmm. En we hadden het al even over tijdens die 3 dagen. Heel veel mannen lopen ontzettend zichzelf te verpantseren. Dus in plaats van te voelen, gaan ze zich beschermen. Ja, dat ken ik heel goed. Ja, daar, you've been there. Jij bent echt aan het verzachten steeds meer. Daar hadden we het zo ook samen even over. Ja. En dat is ook super mooi, want dan komt het in balans. Mm-hmm. En tegelijkertijd dus, oh, ik weet niet hoe, nou, dan doe ik het maar niet. Of het moet meteen in één keer goed. Dat, daar mogen we toch ook veel liever en zachter en geduldiger in worden. Ja, ja. Als ik nou terugkijk naar Stacey als jong jongetje. Want ben je geboren in Nederland? Ik ben in Amsterdam geboren. In Amsterdam geboren. Ja. Uit een gezin, die komt uit? Mijn moeder komt uit Suriname en mijn vader ook. Maar het was niet echt een gezin, hoor. Het was geen gezin. Dus je had een ontwricht gezin of een... Papa was niet thuis, mama was zorgmama. Hoe was het? Jeetje, ja. Enorm turbulent allemaal. Ja? Ja, je moet je voorstellen dat mijn vader... Mijn ouders komen uit Suriname, uit Paramaribo. En mijn vader was een bekende zanger vroeger in Suriname. Ah. Mijn moeder was eigenlijk een fan van hem. En mijn moeder die was zodanig een grote fan dat ze... Ja, hij was echt haar idool. Maar mijn vader was een vlierenfluiter. En dat is wat mijn moeder juist heel interessant vond. Op zich is dat al veelzeggend. Maar kom dat is heel veelzeggend. Mijn moeder vond dat dus veelzeggend. Het feit dat hij haar niet zag staan. Hè? Dat is interessant. Dus dat vond zij interessant. Ja. En toen is mijn vader voor zijn carrière... kwam hij op een gegeven moment naar Nederland toe. En is hij hem achterna gereisd. Want zij had de overtuiging dat als ik toch zwanger zou worden van deze man... Dan blijft hij wel. Dan blijft hij wel. Oh, God. En vervolgens werd ze ook zwanger. Maar mijn vader die wilde helemaal geen vader worden. Die... Ze wilde helemaal geen relatie. Dus dat had ze zich echt op verkeken. En dat plaatste mij in een hele lastige situatie toen. Want mijn moeder droeg mij, terwijl... Want jij was het eerste keer? Nee, ik was het tweede. Tweede keer. Maar ik heb nog een halfbroer, heb een andere vader. Dat is van een andere vader. Andere dus vader. Van deze vader was jij de eerste. Ben ik de enige ook. Ja, de enige. Ja, ja. Maar hij bleef niet. Nee. Dus hij wees jou ook af. Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Maar het begon eigenlijk bij dat mijn moeder, dat ik eigenlijk, en dat heb ik mijn hele leven gevoeld. Mijn moeder die had al snel in de gaten dat het eerder nog averechts werkte dat ze zwanger was. Dan dat het haar hielp in haar missie om hem binnen te halen. Want hij zag mijn moeder alleen maar dikker worden. En hij wilde helemaal geen relatie hebben of iets dergelijks. Mm. Dus dat heb ik. Mijn moeder, ik was eigenlijk een beetje een blok aan haar been. En toen ik geboren was ook. En mijn oudere broer, ja, dat was een andere situatie. Omdat zijn vader, die was heel liefig. En die was wat meer in zijn vrouwelijke energie. Mijn moeder, die liep het helemaal overheen. Maar mijn moeder was gefixeerd op mijn vader. En die afwijzing, die pijn, die projecteerde ze op een gegeven moment op mij. Ja. En dat heb ik mijn hele leven gevoeld. Dat was echt... Dat is iets waar ik ook in mijn volwassen jaren last van heb gehad. Overigens, want mijn moeder was emotioneel niet aanwezig. Nee. En daar heb ik echt enorm veel last van gehad. Je hebt altijd het gevoel gehad, ik mag dus niet bestaan. Ja, ja. Ik had beter er niet kunnen zijn. Ja, exact, exact. En ik had het niet door als kind. Maar ik was heel erg geplaagd daardoor. Dat het uitte zich in woede, in agressie, in prestatiedrang. In het... zoveel mogelijk opvallen bij mijn moeder om gezien te worden. Ja, en bij je moeder en waarschijnlijk überhaupt. Ja, 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 ja. Geef me aandacht, zie mij, hoor mij. Ja, je gaat op allerlei manieren ga je dat zoeken, ook negatief. Hè? En ik heb eigenlijk in de loop der jaren daarna, ben ik altijd op zoek geweest, gebleven naar mijn moeder. Dat heb ik later pas begrepen, hoor. Ja. Want ik begreep niet waarom ik nou zo... Waarom het allemaal zo turbulent was in mijn leven en zo. Maar dus ja, ik ben dus geboren, opgevoed met mijn halfbroer en mijn moeder eigenlijk. Zo is het eigenlijk een beetje gegaan. En mijn oma, de moeder van mijn vader, die zag dat het niet goed liep. En die heeft mij dus tussen mijn eerste en mijn derde jaar in Suriname gehaald. Ah. Dus die hebben mijn moeder weggehaald. Met alle goede bedoelingen. Ja. Maar toen ik terugkwam, ze bracht me ook gewoon weer terug op mijn derde. Terwijl ik haar als enige kende. Ja. En mijn moeder kende ik eigenlijk niet. En daar is eigenlijk een beetje mijn hechtingsprobleem ontstaan. Dat snap ik. Ja. Ja. Dus het was een pretty intense start, zou je kunnen zeggen. Oh, het is nog een understatement. Dat is een hele heftige start. Ja. Ja. Waarbij je eigenlijk totaal al verwijderd raakt van jezelf. En ook precies wat je zegt. Het onbewuste maakt meteen een afsplitsing
Als je vader je niet wil, dan zeg je onbewust, oké, dan onthecht ik. Ja. Als je moeder je niet wil, één van de twee kies je. Dan kies je bewust om daar heel erg op gefocust te worden. Dat was in jouw geval dus je moeder. Ja. Ja. Maar wat we dan vaak energetisch zien, is dat het gedrag van papa zich gaat herhalen. Mm. Want je wil wel connectie met papa. Ja, ja, ja. En dan weet je niet hoe. Dus dan ga je doen wat de ander deed. Want dan hoop je dat dat dan gelijkgestemdheid veroorzaakt. Is dat iets wat je herkent? Ja, ik herken dat zeker wel. Ja. Ja, ik herken dat zeker wel. Het was een enorme strijd om mij te positioneren binnen het gezichtsveld van mijn moeder zelfs. Ja. En ik kan me dat nog heel erg goed herinneren. Dat als ik dat wel eens zei, omdat ze anders omging met mijn broer ook. Omdat ze projecteerde zeg maar die pijn van mijn vader van die op mij. Ja. En de vader van mijn broer die was heel anders. Dus ze ging heel anders met hem om ook. Ja. En ik heb het ook heel vaak gezegd, maar dan werd ze heel erg boos. Ja. Dus ja, ook daar kan je dan niks mee. Je had eigenlijk geen fundament. Nee. Dat was een zoektocht. Ja, en dan kom je bij ons systeem. Er is geen systeem wat dan zegt. Hoe blijf je nou in je kracht? Hoe zorg je goed voor jezelf? Ondanks dat de omstandigheden zo bar en boos zijn. Nee, je moet leren rekenen. Je moet leren weten waar het lusjebroek ligt. Je moet meegaan in de mainstream, want je moet werken. Exact. Maar hoe gaat het echt met Stacy? Ja. Dat was er niet. Nog steeds veel te weinig. Ja, niemand had het door. En als ze dat door hadden, wisten ze niet wat ze moesten of wat ze konden of wat ze mochten. Nee. Dus ik heb ontzettend moeten zoeken naar manieren om staande te blijven. En daardoor was ik heel veel buiten op straat. Daardoor groeide ik ook op met ik zag allemaal dingen die niet mochten. En daarbij was de familie van mijn moeder was enorm troubled ook. Dus op zich, mijn moeder kan er ook niks aan doen. Mijn moeder heeft dat nooit geleerd. Het was haar pijn. Exact. Ja. Dus eigenlijk ben ik al, en dat is wat ik ook in mijn lezingen vaak zeg. En dat geldt trouwens voor een heleboel mensen. Je wordt eigenlijk al in een soort gevangenschap geboren. Namelijk de muren van je ouders. Ja. Die durven niet naar buiten te kijken. En daar groei jij dus op. En als je niet oppast en je krijgt kinderen, dan groeien die exact niet. Dus het gaat van generatie op generatie. En dat is wel wat ik al vrij vroeg wist. Dat dit niet goed kon zijn. Ik splitste me volledig af ook van. Ik was heel geïsoleerd. Heel wat ik leerde op mezelf zijn. Ik leerde self-providing zijn. Ik moest alles kunnen. Dus het maakte me heel zelfredzaam. Ik heb niemand nodig. Nee, precies. Hè? Die afhankelijkheid, daar werd ik voor gestraft iedere keer. Ja. Dus dat heeft je werd niet beloond. Nee, ja, precies. En ik ben mentaal gestraft. Ik werd afgewezen en daar kon ik niet zo goed mee omgaan. Het maakte me heel erg boos. Dus toen dacht ik, ik moet dingen zelf kunnen doen. Dingen zelf kunnen leren. Dat maakte me ook een loner, heel erg. En dat heeft. Werd je ook wantrouwend naar de wereld? Ja, nou, in ieder geval de volwassen wereld. Ja. Die begreep ik absoluut niet. Nee. Ik vertrouwde ze niet. Ik vond ze niet eerlijk naar elkaar. Als ik zag hoe ze met elkaar leefden, hoe ze met elkaar omgingen. Ze logen tegen elkaar. Ik zag heel veel, in mijn familie, heel veel geweld. Heel veel drugs, heel veel alcohol, ruzie, prostitutie. Alles wat het niet zou moeten zijn eigenlijk. En ik wist voor een feit van dit kan nooit goed zijn. Dit kan nooit het leven zijn zoals het bedoeld is. Maar dat is interessant, hè? Want als we het dan over bewustzijn hebben, dan zien we ook heel vaak, en zeker in deze tijd, hè, laatst was weer ergens, hoorde ik dat 2 op de 6 jongeren overweegt iets met zelfmoord of zit slecht in zijn vel. Dat het bewustzijn van ergens is er dus een gut feeling in ons dat zegt, maar er is iets groters, mooiers, prachtigers. Maar de omstandigheden zijn zo heftig dat het lijkt dat nooit meer tot z'n recht komt. Dus ik geef maar op. Ja. Het had bij jou dus heel anders, het dubbeltje op zijn kant, zeg maar. Het had heel anders kunnen aflopen. Ja. Jij bent door die bewijsdrang en dat je die gut feeling, daar was je wel al van bewust, van er moet een weg zijn. Er was een soort eagerness naar er moet een weg zijn, haal ik eruit. Hoe kwam jij? Want je hebt echt nog wel een hele heftige weg gehad. Hè? Dat beschrijf je ook in dit boek. Mm-hmm. Mijn leven, mijn keuze, mijn gevolgen. Want op een gegeven moment ben je bent 17 volgens mij. Als je dan auditie doet. Ja, nou, het is zo dat ik zeg maar. Kijk, het voordeel hoe ik dat zelf heb ervaren van dat ik veel alleen was. Is dat ik mezelf goed leerde kennen. Dus ik moest manieren vinden om rustig te worden. Ja. Om gelukkig te zijn. Om goed te voelen. En dat deed je niet met drugs? Nee. Als kind had ik dat al. Moest ik manieren vinden om mezelf rustig te maken. En dat vond ik in de muziek. Ah. Dat is waar ik
gelukkig werd. En dan kon ik me ook afsluiten van de wereld. En dan was ik in mezelf en dan had ik mijn ogen dicht. En dan kon de hele wereld me gestolen worden. Dus jij had een radio aan of een cassette recorder hadden we toen nog. Ja, ja. Jij ging daar dingen opnemen. Ja, ik sliep daar met tegenaan. En dan hoorde ik de muziek. En dan mijn rechteroor hoorde ik die turbulentie en die ruzies en dat geschreeuw. En dan kon ik me helemaal afsluiten in mijn eigen wereld. En dat leerde ik dus doen. Om mezelf autonoom in een soort flow te krijgen dat ik me goed voelde. Want ik wist, dit ga ik niet krijgen van mijn ouders of van mijn tantes of van mijn ooms. Zij zijn te troubled. En mijn broer is heel anders. Mijn broer was er wel van afhankelijk. Van mijn oma, van mijn opa en van mijn moeder. Maar ik wilde dat dus op mezelf doen. En ik vond mijzelf, mijn geluk vond ik in martial arts, in vechtsport. Allemaal individueel, maar ik kon het heel goed. Daar leerde ik. Mijn geluk is dat ik dan iemand tegenkwam die zag mij. Dus die keek niet alleen naar mij, maar die zag mij. En hij zag hoe troubled ik was. En hij ging met mij praten en naar me luisteren. Ik vertrouwde hem en toen leerde hij me mediteren. En toen leerde ik die bewegingen. En toen werd ik heel goed in vechtsport. Ik ben een paar keer de tweede dan. Ik ben Europees kampioen geworden uiteindelijk. Dus dat is mijn geluk dan. Maar ik moest dus voortdurend zelf zoeken naar mijn route en mijn weg. En mijn talent. En dat was dus in eerste instantie nog buiten jezelf, maar dat hielp wel. Ja, ja, ja. Muziek, ja, ja. Martial arts, ja. Kampioen worden. Ja, ik word gezien, ik word gehoord. Ja, ja, ik ben belangrijk, ja, ja. Ik doe ertoe. Ja, ja. En toen ben je ook nog met die muziek. Ja. Want je bent op een gegeven moment auditie gaan doen. Op een gegeven moment toen ben ik auditie gaan doen. Ja, muziek, dat was iets wat me altijd al wel interesseerde. En ik had het gevoel dat ik iets kon met mijn gedichten. Want ik ging al schrijven. En, oh ja, en, goed. En toen dacht ik van ja, ik moet een podium hebben. Hè? Want dan kan ik dit vertellen. Want ik wil dit vertellen tegen mensen. En toen op een gegeven moment ging ik de muziek combineren met mijn teksten. Toen ging ik allemaal liedjes maken. En toen, ja, je moet je voorstellen, Fiona. Ik was dus zo ambitieus. Hè? Ik was zo overtuigd van mezelf. Dat ik overal binnenkwam. Hè? Mensen wisten niet wie ik was. Ze wisten ook niet wat ik was. Maar ze wisten wel dat er iets was met die gozer. Wie is hij? Want ik blonk werkelijk van ambitie. Ja. Dus dan zeiden ze van, nou, laat maar horen dan wat je dan hebt. Ja. Normaal moest je een afspraak maken. Je demo opsturen. Maar jij had zo'n uitstraling. Zo'n charisma. Zo'n overtuiging. Ja. You need to hear this, gewoon. Je moet dit en horen. En toen zaten ze zoiets van, nou, volgens mij mogen we dit niet laten lopen. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik heel vaker weggestuurd werd dan dat ze het goed vonden. En terecht, ook achteraf. Maar ik bouwde daardoor wel iets op van, ja, we moeten hem wel in de gaten houden in ieder geval. Je liet je ook niet ontmoedigen. Nee, zeker Want niet. Al die keren dat je bent weggestuurd, dacht jij, wacht maar. Ja, of, of ik zei, wat is er niet wat goed wat heb aan? Ik nodig? Ja, dus ik ging toen al eigenlijk andersom met tegenslagen. Bij mij waren dat, ik draaide dat. En dat bedoel ik met dat ik leerde om mezelf in flow te houden. Wat doe je met een tegenslag? Wat betekent dat? Is dat echt een tegenslag? Of kan ik er iets mee? Dus dat leerde ik. Heel organisch leerde ik dat mezelf aan. In ieder geval een constructieve copingstrategie. Want als je destructief had je kunnen vluchten in drugs en allemaal dat soort dingen. Ja. Dat heb je niet gedaan. Nee, toen nog niet. Nee. Toen nog niet. Nee. Dat, omdat het nog extern was, was dit voorlopig een hele goeie. Ja, zeer zeker. Hè? Zeer zeker. Dus daardoor kon ik mezelf blijven ontwikkelen. En iedereen die zei van, oh, Stacey, hou er toch mee op. Die muziek is geen droogbrood in te verdienen. Je bent toch geen Michael Jackson. En hou er eens een keer mee op. En ik werd alleen maar meer gemotiveerd daardoor. Ja. Ik zei, nou wacht maar. Let nou maar op over een paar jaar. Nou, zo als je ging eigenlijk de wijde wereld. Was dat dan bewijsdrang of was het een innerlijk weten? Ja, die vraag heb ik mezelf ook wel eens gesteld. Ja. Ik denk een combinatie van beide misschien wel. Ik denk dat mijn bewijsdrang, dat innerlijk weten eigenlijk ruimte gaf. Hè? Dat ik daardoor die extra fuel had om iets verder te gaan dan waar de meesten zouden denken, nou laat het dan maar zitten. Ja, want ik zie ook wel eens bij bijvoorbeeld die programma's The Voice of met die kruisen, ik weet even niet hoe het heet, dat je dan weggestemd kan worden. Dat de mensen ook helemaal eager en wacht maar en die komen en dan hoor je ze en dan zingen ze echt vals. Of ja, dan, ja, ja, ja. Dat ja. Ik denk, maar die mensen moeten dan ook gewoon even iemand hebben die een spiegel voorhoudt. Ja. Want anders slaat het door naar narcistisch. Of anders. Ik heb die mensen gecoacht. Hè. Ik heb gecoacht bij de Voice. Oh, echt? En bij Hollands Got Talent en bij dat soort programma's. Ja, want dan is het volgens mij meer de behoefte om gezien en gehoord te worden onderliggend.
En willen ze een manier om snel dat voor elkaar te krijgen, dan dat ze echt iets een competentie hebben. Ja, ja, klopt, klopt. Het is natuurlijk, hè, je wordt natuurlijk ook een beetje gek gemaakt, hè, door wat er door grote ster zijn. En je moet je voorstellen dat mensen die wat onzeker zijn, ja, zo'n podium geeft ze in één keer. Hè, die worden in één keer zijn ze gezien en schoonheid. Ja, 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 ja. En meestal zijn dat degenen die natuurlijk heftig hard onderuit gaan als het eenmaal zo ver is. Nou, ik vind het ook wel mooi dat je het even benoemt, omdat als je kijkt naar ook naar opvoeding, dat zei ik ook al vanuit de orthopedagogische achtergrond. Daar heb ik ooit in gezeten. En dat is, ik ben heel erg niet voor het labelen, maar ik ben wel voor de opvoeding waarbij je kinderen leert reflectief te zijn. Mm-hmm. En een van de dingen die heel veel mensen ontwikkelen als compensatie voor hun eigen pijn als ouders is positieve faalangst bij hun kinderen. Dus ja. Bij alles zeggen, je kan het en je hebt alles in je. Dat is hartstikke mooi. Ik bedoel, daarmee stimuleer je een kind. Maar daarmee zeg je misschien ook iets wat niet nog rijp is om te ontstaan. Of wat nog niet waar is. En je kan alles ontwikkelen, maar past het bij je talent? Past het bij je competentie? Past het bij je hart? Ja. En als je alsmaar hoort dat je het moet kunnen, ga je ook denken, ik moet alles dus kunnen. Ja, dat ja, creëert ook enorme kramp. Zeker. En andersom, als je zegt dat je niks kunnen, krijg je weer de andere kant van faalangst. Dus dat gebied ertussen. Ja, 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 ja. De negatieve fout. Dus je wil eigenlijk gewoon constant zeggen, wat voel je erbij? Past het bij je? Ga het ontdekken en voel of dit is wat bij je past. Ja, of ja. Ga kijken of het andere. Je wil ze eigenlijk wat meer. Zeker. Maar ja, goed, kijk, je hebt natuurlijk, kijk, dan ben je dus echt aan de beurt als je die grote talentenshows hebt. Hè? Want ik bedoel, ik heb bij The Voice ook gewerkt. En ik heb zelfs meegedaan aan The Voice om te ervaren hoe het nou is. En wat er nou gebeurt. Ja. Ja, het individu interesseert ze natuurlijk helemaal niet. Hè? Het is gewoon big business. He, en als ze tegen jou, als jij het beste presteert, als ze zeggen dat je wint, dan gaan ze zeggen dat je wint. En dat is ook waar je in gelooft. En op het moment dat je afvalt, word je echt als een baksteen laten ze je vallen. He. En wat je ziet vooral bij de Voice Kids, is dat het talent, dat kapselt zich in. He. Die zijn zo teleurgesteld, die kinderen. Die gaan zo aan zichzelf twijfelen, dat ze dan niet meer durven te zingen. Want vinden ze zichzelf afgewezen, vinden ze zichzelf niet meer goed. Ja, vreselijk om dat om te zien. Ja, maar dat is dus ook een toxische omgeving. Is het ook. En dan, maar het is pure keiharde business. Als je, ik bedoel, John de Mol, even serieus. Ik heb een paar keer met de man aan tafel gezeten. Nou, die man is spijkerhard. Ja. Het interesseert hem niet, hoor. Nee. Hoe oud je bent. Het gaat om de kijkcijfers. Alleen maar. Ja. Alleen maar. Dus als je dat meeneemt, hè, naar de balans tussen innerlijk weten en je bewijsdrang, dan is het denk ik heel goed om ook daarin, kijk, in dit soort toxische omgevingen gaat het puur om je, jij bent het middel. Ja. Terwijl voor jezelf ben je gewoon je eigen, hoe noemen we dat, transport. Mm-hmm, mm-hmm. En naar je eigen doel toe. En niet naar iemands anders doel. En in zo'n programma ga je naar iemands anders doel. Tuurlijk, toe. Absoluut. Het was ook een serieus probleem. Want ik moest die deelnemers coachen en die ouders. Maar dat is wel wat ik direct zei. Ik zeg, weet je wel waar je aan begint? Maar dat is natuurlijk niet in het belang van de producent. Dat doe je niet goed op dat moment. Nee, dat is... Dat leek me ook een hele uitdaging voor jou, om dan congruent te blijven met je waardes. Ja, maar dat kon ik ook niet. Nee. Daarom adviseerde ik eigenlijk tegen het belang in van de producent. En daarom ben ik op een gegeven moment ook gestopt. Ja. Want sommige deelnemers zeiden, nee, nou, maar dan doe ik het niet. En dus vroegen ze, ja, hoezo doet hij het niet? Ik zei, ja, hij... Dat werd een... Maar dat is gewoon ook heel erg. Want lange verstrengelingen. Ja, tuurlijk. Nee, het is dramatisch. Dus dat, ja. Ja. Dus dat zou jij nu ook niet, als mensen nu hier dit horen of zien met een talent, zou je niet zeggen, ga bij de talentenshow aansluiten. Niet per definitie. Je moet weten waarom je het doet. Waarom moet kloppen. Je moet echt weten wat het belang van de producent is en dat het echt een ander belang is dan dat van jou. Ja. En als je dat weet, en je kiest ervoor om het te doen, dan moet je het gewoon doen. Maar je moet niet het gevoel hebben dat de producent daar is om jou een ster te maken. Ja. Het is echt nog het systeem van, want dan komen we daar terug even bij jouw verhaal, hè, met je innerlijk weten of je bijzorg. Maar dat is echt het systeem van onderdrukken en macht, hè? Tuurlijk. Wat we zien in de medische wetenschap, dat zien we eigenlijk in het onderwijs. Zij gaan vertellen wat goed is voor jou. Ja, exact. En dat is ook, want daarnet vroeg je ook van, ja, hoe komt het dat we dat dan op een gegeven moment niet meer weten hoe powerful we zelf zijn? En ja. Omdat, ja, dat is niet in het belang van een heleboel partijen op deze wereld. Die hebben helemaal niks aan mensen die,
die powerful zijn van zichzelf. Mensen die zelfverzekerd zijn, hebben ze niks aan. Mensen die fysiek gezond zijn, hebben ze niks aan. Nee, mensen daar verdienen ze niks aan. Nee, precies. Mensen die ja, eigenlijk weinig nodig hebben van een overheid, hebben ze niks aan. Ze willen afhankelijke mensen hebben. Dus al vrij vroeg wordt je geleerd dat je vooral, als er iets is, naar de dokter moet. Ja. Medicijnen. Zo worden we geconditioneerd. Ja. We worden afgeleerd om bij onszelf te blijven. Exact, exact. Terwijl op het moment, je moest eens weten hoe sterk en intelligent we zelf zijn. Ja. Als we dat maar eens zouden weten, ja, dan verandert je hele beleving. Nou ja, al die oerstammen die dat nog wisten, die zijn natuurlijk ook allemaal uitgemoord, verketterd, verbrand, weet ik het. Dat is natuurlijk, die kennis moest, zou je bijna zeggen, dat het, ja, dat klinkt nou heel erg als een complottheorie, maar dat, wat het ook is, die kennis is verloren gegaan. Ja, ja, exact. Of het nou met een voorbedachte raad of niet. Het is gebeurd. Ja, ja. En maar je ziet het in alles terug. Hè. Kijk, bijvoorbeeld in de muziekindustrie. Kijk, ik ben het type artiest die enorm, ik bedoel, ik ben heel erg self-made. Ik heb veel wat ik heb gedaan, heb ik gewoon zelf gedaan, zelf bedacht. Heb ik zelf voor gezorgd dat het zover is. Ik weet precies hoe de zakelijke kant van de showbusiness in elkaar zit. Showbusiness zelf zit niet op dat soort artiesten te wachten. Die willen artiesten hebben die helemaal niet zoveel weten juist. Een manager wil geen artiest hebben waar hij mee in discussie moet over zullen we deze deal doen of niet. Dus je merkt het overal. Hè? Mensen hebben altijd moeite gehad met mij omdat ik overal vanaf wist. Ja. En je ziet dat werkt door in alle soort sectoren. Mensen houden van afhankelijke. Maar het klinkt een beetje alsof jij tijdens alles wat je hebt meegemaakt nog een soort innerlijke stem contact had daarmee. Alsof je bij alles wel wist, ik doe dit. Wel even in de machtssituatie, een misbruikssituatie. Maar ik doe dit omdat ik weet dat dit, mijn innerlijk weten mij vertelt me dat dit wel goed is of zo. Dat ik moet wel mijn creaties laten horen. Mm-hmm. Dus ja, er lag een pijn op, zie mij, hoor mij. Daar is bewijsdrang en enorme gaan prestatiedrift opgekomen. Maar ondanks dat doorzag je wel alle systemen die niet klopten. Ja. En je bent er niet verslaafd aan geraakt. Nee, maar je moet je voorstellen ook dat ik eigenlijk op het moment dat ik wist dat ik, of dat ik voelde van oké, dit is mijn ding. Ik muziek maak. Ik heb een verhaal te vertellen. Op dat moment begon ik die liedjes te schrijven die later wereldhits werden. Hè, met Slave to the Music, Is It Love, Take Me Away en zo. Ja. En toen ik daarom vroeg eigenlijk, om die liedjes, om die ideeën, toen leerde ik eigenlijk contact maken, bewust contact maken met, ik noemde dat toen de tijd, het ideeënveld. Want ik voelde dat het niet van mij was. Dat wist ik. Ik wist dat het ergens vandaan moest komen. Dus mijn talent, dat had ik al snel door. Zat hem niet in pen en papier pakken of een gitaar en een liedje bedenken. Mijn talent zat in het maken van het contact. En daar zat het allemaal. Dat wist ik. Ik wist niet waar het was precies of hoe het eruit zag. Maar ik wist wel dat het ergens vandaan kwam. En ik moest zorgen voor een flow waardoor het me kon vinden. Dus ik vroeg dan om het idee en dan had ik een bepaalde stijl van muziek en een bepaald tempo en dan ging ik bewust op zoek naar het idee. En dan ging ik opletten. Was ik heel alert, had ik altijd mijn memory recorder had ik bij me, want ik wist het idee komt, het antwoord krijg ik altijd uit het veld. Ik was ervan overtuigd. Zelfs een dag voordat ik moest opnemen, als ik het nog niet had, wist ik dat het zou komen, want ik had erom gevraagd. En ik was heel duidelijk in mijn vraag altijd. En zo kwam dat. Dus ik wist dat ik ergens iets te doen had daarmee. Dat is wat ik net bedoelde inderdaad. Dat hoor ik heel erg in je verhaal. Alsof je iets groters dan jezelf stuurde je. En ondertussen had je al die verleidingen en al die uitdagingen. En al dat aardse, systemische model. Wat eigenlijk helemaal niet paste bij dat grotere wat je voelde. Ja. Want het is even ook wel echt misgegaan. Ja, ja, althans, mis. Achteraf zeg je, het was de beste tijd ever. Mm-hmm. Voor mezelf om dat ontstijgen, dat systeem. Ja. Kan je dat kort even samenvatten? Zeker, zeker. Kijk, wat ik al vertelde, is dat ik dus heel erg connected was met mezelf. Als kind al. Dat moest ik doen voor mijn survival eigenlijk. Ja. En dat maakte dat ik mezelf goed kende en wist in welke sfeer ik moest zijn om mezelf goed te voelen. Later met het maken van de muziek leerde ik dat ik in een bepaalde energie was ik ontvankelijk voor die ideeën. Dus ik moest alleen die energie, daar moest ik naartoe, naar die vibratie moest ik toe. En dan kreeg ik die ideeën.
Dat wist ik. Essentieel voor dat proces was die connectie met mezelf. Daar begint het. En vandaar kon ik contact maken. Ik was nooit onzeker. Nooit. Als kind in de beginfase van 24/7 was ik nooit onzeker. Ik wist dat ik het kon. Ik wist dat ik, als ik maar contact kon maken, I got it. Oké? En dan toen kwam het succes. En voor de meeste mensen kwam ik on top of the world. Want het succes kwam snel en het succes was veel wereldwijd. Dus als songwriter was ik in een jaar tijd multimiljonair. Iedereen kende me over de hele wereld. Mensen kenden mijn liedjes. Er waren optredens overal. We kwamen op televisie, radio, de bladen. De hele wereld veranderde. En ik werd niet meer van mezelf. En dat had ik dus niet door, wat er gebeurde. Je verschuift dan naar een soort publiek bezit. De platenmaatschappij zegt het volgende liedje moet zo klinken. Terwijl ik helemaal niet zo schreef. Want, het kwam niet van dat grotere. Exact. Ja. Dus toen ging ik in één keer liedjes schrijven. Omdat het moest klinken als de vorige. En daardoor raakte ik langzaam het contact met mezelf kwijt. Het contact met het veld raakte ik kwijt. Ik ging in low frequency. Ik ging anders vibreren. Ik kwam dus andere mensen tegen. Allemaal mensen die ook op die frequentie waren. Ik kwam mensen tegen die zuigers waren. Ik kwam mensen tegen die zogenaamde vrienden waren. Mensen tegen die allemaal goede ideeën hadden natuurlijk. Want ik had het geld. Mensen die in mijn licht wilden staan. En wat toen gebeurde, Fiona, is ik verschoof in één keer naar een... Ik kreeg een andere identiteit. Ik was elke dag Stacy de artiest. Terwijl ik altijd Stacy Seedorf was. En Stacy Seedorf kon alles met niks, hè. Maar Stacy kon op een gegeven moment niks meer met zogenaamd alles. Wauw. En dat is dus wat er gebeurde. Ik was dat contact kwijt en ik raakte attached met mijn omgeving. Attached met adoratie. Attached met geld. Attached met auto's. Attached met huizen, vakanties. Dure, noem het allemaal op. Horloges, bla bla bla. Ging van zijn naar hebben. Juist. En ik raakte dus vervreemd van mezelf. Ik raakte verdwaald in mijn wereld eigenlijk. En het ging goed. Het ging goed. Zolang als het succes er was. Maar het is niet eeuwig natuurlijk. Op een gegeven moment kwamen de problemen binnen de groep. Lens en ik kregen een bonje. We konden elkaar niet meer vinden. De platen die sloegen niet meer aan. Het succes werd minder. Er kwam minder geld binnen. Paniek. Ik raakte in paniek daardoor. Wie ben ik dan nog? Exact. Ja. Wie ben ik dan zonder dat succes, zonder dat geld? Wauw. En dat is eigenlijk waardoor ik... door mijn paniek ging ik dan denken... Oké, hoe kan ik nou wel die status behouden? He, zonder succes in muziek. Ik moet wel dat geld verdienen. Want dat is wat men van mij weet. En wat men verwacht. Die Stacy vinden ze leuk. Vinden ze die andere Stacy ook nog leuk? Geen idee, want ik wist niet meer wie dat was. En zo ben ik toen oude vrienden van mij gaan bellen. En dat waar zetten in de onderwereld. Want wat ik al zei, ik was opgegroeid op straat. Ik kende een heleboel jongens waar ik mee opgroeide. Die hadden ook carrière gemaakt. Alleen in de onderwereld. Maar ik kende ze nog wel. En dat waren jongens die... Ja, die waren heel succesvol daarin. Hè? Ik bedoel, ze kwamen niet zo lang geleden nog allemaal op tv en in de bladen. Ja. Dat niveau heb ik het over. En toen heb ik gezegd, jongens, ja, jullie moeten mij helpen. Want ik moet al heel snel heel veel geld verdienen. En had ik me voorgenomen om me daarna rustig aan te gaan doen. Maar die hoor je vaak. Ja, maar één keertje. Precies. Dus vooral niks veranderen aan mezelf. Nee. Hè? Want daar zat het probleem natuurlijk. Hè? Die onrust die ik had. Ja. Die zoektocht. Ja, grappig eigenlijk dat je de onderwereld opzocht. Terwijl je moest ook wel naar de onderwereld, maar in jezelf. Ja, in de binnenwereld. Ja, ja. Ja. Dus je ging wel naar iets waarvan je hoopte dat daar dan even het antwoord lag. Maar eigenlijk was die onderwereld, het donker in jezelf, ja, wat ja, je ja, aan mocht. Ja. Maar ja, je ging hem dus buiten jezelf. Maar dat is toch interessant, hè? Want als je dus voelt, het gaat niet goed. Dan is de uitdaging juist, de uitnodiging des te groter om in je eigen donker te gaan. En gaan we vaak dus het donker erbuiten opzoeken. Ja. Hè? Dat ja, is ook weer projectie van ja, dat wat we eigenlijk van binnen ja, voelen. Nou, bijzonder. Ja, ja, ja. Ja, dat is wat ik toen ging doen. Voor mijn gevoel moest ik linksom. Ik was zo gefocust op die geld. Op die, ja, op die versie van mij die dat allemaal, waar het allemaal aan vast zat. Ja, toen kwam je echt in de drugs, ja, in de handel. Ja, ja. Toen wilde ik eigenlijk niet heel erg lang, dat het lang ging duren. Dus het moest snel en het moest heel erg veel. Dus je nam risico's? Ja, het totaal onervaren. Was je overmoedig? Ja, enorm. Je dacht, ik kan alles? Ja, ja, ja. Kom maar op. Ja, maar lukt ook omdat het moest.
Voor mijn gevoel. Het moest wel. Dus linksom, rechtsom. Tuurlijk. Ja, maar kan je het wel? Ja, natuurlijk kan ik het wel. Dat is geen probleem. Natuurlijk gaat het allemaal goed komen. Was dat ook een beetje de Stacey die nog al gewend was zichzelf een beetje doorheen te bluffen? Ja. In het eerste begin, ja, hè? Om jezelf überhaupt... Ja. Ja, die zat daar. En uiteindelijk, ja, kwam ik toch ook weer op het punt dat ik dat weer ging aanvoeren. Weet je wel? Dus tot dat punt ging het allemaal hartstikke prima. Maar ja, dat was natuurlijk gedoemd tot mislukken. Ja. Want dat is ook wat er gebeurde. Ik had totaal geen ervaring. Ja, dat kon. En echt waar, ik heb toen meegedaan. Zeg maar, was ik betrokken bij drugstransport naar Australië. Van ecstasypillen. Dat is van die kant misgegaan toen. En toen heb ik 3,5 jaar in de gevangenis gezeten. Zo. En van de 6 jaar dat je veroordeeld was? 7. 7. Ja, daarna in hoog beroep kreeg ik minder. Waardoor ik 3,5 jaar uiteindelijk heb gezeten. En ook wegens goed gedrag? Ja. Dat speelt dan ook. Ja. Tenminste, je krijgt eigenlijk per definitie wel strafvermindering. Maar ik in hoog beroep kreeg ik 7 jaar. En toen, eerst kreeg ik 7 jaar, in hoog beroep kreeg ik minder. Waardoor ik 3,5 jaar maar hoefde te zitten. Maar als je niet goed gedraagt, dan krijg je geen strafvermindering. Nee. Maar 3,5 jaar klinkt dan heel veel. En ik heb natuurlijk een aantal kerst was ik binnen. Ik had 2 jonge kinderen natuurlijk toen nog. Dus dat klinkt vreselijk voor veel mensen. En dat snap ik ook wel. Maar als je dat vergelijkt met wat er had kunnen gebeuren. Ja, dan zat ik natuurlijk hartstikke veilig. Ja. Er kon me niets gebeuren. Want je zat in een circuit waar je elk moment doodgeschoten kon worden. Of vermoord, of verraden, of gemarteld, of weet ik het. Of in het buitenland gepakt worden en dan ben je 15 jaar weg. Zo. Dus in een gevangenis waar je echt niet wil zitten. Juist, exact. En kijk, het eerste half jaar van mijn detentie was echt vreselijk. De eerste half jaar dacht ik dat mijn wereld vergaan was. Logisch, want... Ja, je had niks meer waar je aan vast kon houden. Nee, de enige die ik nog had was Stacey Seedorf. En die kende ik niet. Maar die moest ik hebben natuurlijk juist. Dus het gave ervan vind ik, al op terugkijkend, is dat het leven mij eigenlijk in een positie plaatste waar ik moest zijn. Ja. Ik kon dat nergens anders redden. Dat was mijn redding eigenlijk. En na een half jaar, die versie moest geëlimineerd. Ik moest daarvan af. En in dat proces, dat heb ik ervaren als zijnde dat mijn wereld verging. En dat was natuurlijk ook zo. Maar dat was exact waar ik weer ging opbouwen. Ja, de externe wereld verging, maar de interne wereld ging aan. Juist, dat is wat er gebeurde. En die heb je wel omarmd. Ja, volledig. Want daar had je ook tegen kunnen vechten. Ja. Had je ook weer kunnen maskeren. Ja, maar toen na dat half jaar dacht ik, op een gegeven moment van, nou Stacey, weet je... Aangezien die toch wel nog een paar dagen kan duren hier, dacht ik... Ja, zit toch nog wel een aantal jaar. Ik dacht, weet je, ik ga het gewoon anders doen. Ik ga hier weg als de beste versie van mezelf. Ik ga hier dingen doen die ik nooit buiten had kunnen doen. Ik ga hier dingen leren waar ik buiten geen tijd voor had. Ik ga zo in het reinen komen met mezelf. Ik wil weten wat er is gebeurd. Hoe kom ik hier in godsnaam terecht? Wie is de regisseur van mijn leven? Hoe werkt dit gewoon? Daar werd ik je wilde alles over weten. Daar kwam die nieuwsgierigheid weer. Ik ging boeken bestellen van bibliotheken. Dat kan ook allemaal gewoon dan, hè? Die mensen dachten, wat is er met die Seedorf van de hand? Die is niet goed bij zijn hoofd. En ik werd zo chill binnen. Ik werd zo chill. Ik ging het begrijpen. Ik snapte. En dan denk ik aan boeken van NLP, in eerste NLP, instantie waarschijnlijk. NLP, maar ook van Nietzsche. Ook van filosofische boeken, psychologie... Mediteren ook al, mindfulness, dat soort dingen. Ja, je zit te mediteren als een van de inmates daar. Zo zegt jij, mensen, kom, we gaan mediteren. Het was werkelijk fantastisch. En gingen ze een beetje mee? Ja, maar sterker nog, wat er gebeurde. Op een gegeven moment werd ik dus zo relaxed. En dat had ik 7 jaar toen nog. Hè, werd ik zo relaxed dat opviel. En toen zeiden die bewaarders... Er is iets aan de hand met deze gozer. We moeten hem, volgens mij moeten we hem urinetesten geven. Want hij is te relaxed. Dus zij dachten dat ik dus aan een drugs zat. Maar ik zat ook aan een natural high. Hè? Ja, je zat in je eigen drugs. Kijk, ik vond het werkelijk geweldig. En eigenlijk doordat ik me ging verdiepen in hoe werkt het nou in dit leven, in het universum. Hoe werkt het hier? Hoe werkt mijn brein? In neurowetenschap ging ik leren. Ik wilde het weten. En toen begreep ik dat je eigenlijk... min of meer ook jouw eigen wereld creëert. He, dat je... Ik ontdekte toen dat ik eigenlijk al heel lang vast zat. Mentaal.
Al lang voordat ik fysiek vast kwam te zitten, zat ik hartstikke in de gevangenis. En eigenlijk zoveel mensen om me heen. Ik ging het allemaal begrijpen in één keer. En daardoor dacht ik van oké, dit is mijn sabbatical. Je raakte eigenlijk... Ik word helemaal enthousiast. Ja, ik merk het al. Maar dit is natuurlijk, dit is het vuur in jou wat je weer hebt gevonden. Ja. Je kwam boven jezelf waar je aan mee geïdentificeerd was. Ja. Wel, alles waar je attached aan was, deed er niet meer toe. Nee, exact. Exact. Het is echt zo mooi. Zocht, ja. Die vond ik. En ik had niks nodig. Ik alleen mezelf. Maar het raakt je zelfs nog. Ja, ik zie absoluut. Je nog helemaal geëmotioneerd zijn. Ja, het was echt een geweldige reis. Geweldige reis. En ik werd zo relaxed. En mensen om me heen die gedetineerden werden heel relaxed. Ik leerde 7 talen spreken van Spanjaarden, van Fransen. Van... Ja, ik vond elke dag vond ik magisch, hè? Elke dag vond ik weer nieuw. Ondanks de muren. Ondanks de muren. Ondanks de gevangenis. Het is zo mooi, bijna een metafoor naar als je teruggaat naar je jeugd. De gevangenschap waar je in geboren werd. Die je letterlijk fysiek weer verder bent ingezogen. Omdat je nog meer naar binnen werd getrokken. Dus die eerste gevangenschap was nog niet genoeg om jou kennis te laten maken met wie Stacey was. Dus die frequentie zat er nog in. Dus gevangenschap was het thema. Dat kwam dus letterlijk zo. Letterlijk, ja. Jij moest echt in gevangenschap zijn om je heen. Helemaal beroofd van alles wat vrijheid heet. Om je eigen vrijheid te vinden. Juist, juist. Oh my god. En wat ik ook vaak zeg uit lezingen, zeg ik dat ook. Dat ik dus, eigenlijk mentaal bevrijd raakte tijdens mijn gevangenschap. Ja. En als je mentaal vrij bent, maakt het niet zo heel veel uit waar je dan bent. Want dan maak ik zelf wel uit waar ik ben. En vanaf toen ben ik het mijn sabbatical gaan noemen. En iedereen die daar was, die leerde mij dingen. Ik had allemaal gurus, allemaal leraren. Ik leerde hoe ik dingen kon doen, maar ook hoe ik ze niet moest doen. Wat je niet wilde. Oh, fantastisch. Dat zou je wel, En toen, daar begon eigenlijk ook mijn coaching. Ja. Want toen kwamen die gedetineerden naar mij toe. Van Stacey, hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe kan je nou zo rustig blijven hier? Hoe doe jij dat? Ja. Toen werd ik ook, dat is grappig, werd ik ook vaak door de directie uit mezelf gehaald. Als er iemand binnenkwam die onhandelbaar was. Dan mocht jij... Toen zei ze, kan jij met hem praten? Want ik sprak Spaans, Frans, dus ik Italiaans. Ik kon met iedereen spreken. Maar ik kon vooral ontwapenen. Puur door mijn energie. Ja, omdat terwijl, je het was, je walked the talk. Ja, terwijl... Ja, als je me zo ziet in eerste instantie zouden mensen denken... Ik was hoog in de hiërarchie, maar niet op agressie. Nee. Puur door mentale rust. Chill vonden om met mij te zijn. Ja, maar dat is toch net als alle... hoe heet het, die masters in Tibet en noem het maar. Al die masters die dat uitstralen, die hebben een gezag zonder dat ze autoritair hoeven te zijn. Ja, exact. Omdat ze gewoon uitdragen, we zijn met alles cool, we zijn met alles oké. Ja. Het is precies zoals het is, we hebben alle tijd van de wereld. Ja. Dat is het prachtigste mantra wat er kan zijn. Ja, van mooi. En dat leefde jij daar. Ja. Dat is echt bizar als je erover nadenkt. Ja. Hoe jij jezelf daar hebt ontmoet. Letterlijk. Exact. En het hebt aangegrepen. Ja. Je was zo blij. Volgens mij was het je antwoord wat je al wist. Wat gewoon, het was allemaal bij alles was het herkenning. Dit is wat je altijd al voelde. Ja, ja. Maar wat nooit nog tegen je aangehouden was. Ja. En nu kwam die zo dichtbij. Ja. En weet je wat bijzonder was? Ik heb één avond heb ik dat meegemaakt toen... en dat was net voor het moment dat ik dacht van oké, ik ga dingen anders doen. Ik kan gewoon eigenlijk mijn wereld zelf inkleuren. Toen heb ik dus letterlijk gevraagd, in mijn cel, heb ik gevraagd om antwoorden. Ik vergeet het nooit meer. Ik stond met mijn ogen dicht, stond ik zo. En toen vroeg ik hardop, van, help mij, wie ben ik? Hoe ga ik hieruit komen? Wat kom ik hier doen? Help mij dan. Daarheen. En ik heb toen, die avond heb ik toen ofwel een droom gehad, of in een soort surreële werkelijkheid heb ik toen bezoek gehad. Hmm. Van mezelf. Maar het was een versie van mij die wat net reus was. Heel sterk, heel energiek. En die vertelde mij eigenlijk, dit is jouw sabbatical. Dit is waar jij jezelf weer kan redden en kan worden wie je graag wil zijn. En zeg maar, je zal anders moeten nadenken. You gotta disconnect to reconnect. Nou, toen wist ik het. En de volgende dag... Letterlijk je inner self heb jij ontmoet. Ja, dat was die versie waar ik later
die ben ik later ben dat ik geworden. Ja, dat heb je verankerd. Ja. Alsof het al zo was. Ja. En de rest ontluikte zich daardoor. Ja. Ja. Eigenlijk een quantum jump. Een quantum jump. Toen al. Ja. In de ik ging naar een ander quantum zelf. Zo noem ik het zo, ook. Zo, wat gaaf, ja, zeg. Ja, dat was heel erg vet, die ervaring. Ja, en nu, want dit is natuurlijk een waanzinnig verhaal. Nu, je hebt ook daarna en nog steeds af en toe gedetineerde begeleid. Mm-hmm, hè? Dat heeft natuurlijk nog steeds een ander deel van jouw verhaal ja. is dat. Ja. Je doet coaching, je geeft events. Online heb je heel veel mooie programma's. Je hebt boeken geschreven. Je hebt inmiddels twee jonge kindjes weer. Ja. Je hebt een heel ander leven nu met heel veel bewustzijn. Mm-hmm. En tijdens de Manifestation Day heb je bijvoorbeeld ook samen met Roy en Milan een stukje karma burning. Ja. Ben je ook heel bewust van het voorouderlijke en onze zielsvertlevingen. Mm-hmm. Hoe, want dat was je in die cel natuurlijk nog niet. Daar was het vooral nog mind over matter en heel veel inderdaad wel contact met iets goddelijks. Maar je kon het denk ik nog niet uitdragen in die zin. Mm-hmm. Nu kan je het allemaal uitdragen. Ja. Hoe is dat? Wat is dat dan karmisch en zielsvertleving? Wat is dat voor jou? Want jij komt ook nog uit Suriname oorspronkelijk. Daar is dat natuurlijk alleen maar. Ja. Ja. Hoe ben je daar weer ingerold? Ja, nou ja, op een gegeven moment ga je anders kijken naar jezelf. Hè? Je gaat je afvragen, waar komen bepaalde dingen vandaan? Waar komen bepaalde blokkades vandaan? Als je op een gegeven moment, je gaat in persoonlijke ontwikkeling en je stuit voortdurend op een bepaalde muur waar je voor je gevoel toch al heel veel aan gedaan hebt. Ja. Dan is het iets anders. Hè? En ik ben dan nieuwsgierig. Ik wil weten wat dat dan is. Ik kies er niet voor om er maar omheen te gaan leven dan. Hè? Of, want dan vind ik dat je beschermt dan eigenlijk je issue. Mm. En misschien is het zelfs wel zo. En daar ben ik in ieder geval van overtuigd. Dat dat misschien wel is wat je komt doen. Hè? Dat is waar je wat je mag doen hier. Die gelegenheid heb je. Ja. Hè? Dus ik vind ook een challenge of een tegenslag. Of een blokkade vind ik een uitnodiging eigenlijk. Om waarmee je kan groeien. Ja. Kijk, en dan ging ik kijken naar hoe gaat het eigenlijk met mijn moeder en mijn vader? Wat is er bij hun gebeurd? En hoe leven zij met zichzelf en hun ouders? En dan kom je dus patronen tegen. Want zeker de kant van mijn moeder, die zijn mega troubled. Wow. En als ik kijk naar hoe de generatie van mijn moeder is, is dat exact hetzelfde als de generatie van haar moeder. En verder. Want daar ben ik toen naar op zoek gegaan. Ja. En mijn broer, die is ook zo. Ja. Dus ik weet dat ik makkelijk dat ook mee had. En dan houdt dat niet op. Want ik heb ook weer kinderen. Ja. En dan gaat dat dan niet in. Tot 7 generaties sowieso. Hè? En dan dooft het een beetje uit. Ja. Maar, dus ik wilde dat voor mezelf niet. En gelukkig had ik dat als kind al. Dat ik me eigenlijk afzonderde daarvan. Ja. Dat ik dat niet wilde. Dat ik dat niet begreep. Dat ik dat niet wilde. Ja, ik weet dat jij tijdens die 3 dagen op een gegeven moment hadden een hele mooie sessie ook gehad. Met een groep. En toen zei jij ook op een gegeven moment, er zit nu iets bij me wat niet voor mij is. Mm-hmm. Ik laat het even, want ik wil nu full power er blijven staan. Maar ik ben me er bewust van en later haal ik dat weg. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die dit zien, en zeker onze kijkers en luisteraars, die zijn hier wel van. En die geloven ook dat dit kan. En ik zeg altijd, het is maar net hoe je het noemt. De een noemt het karmisch, de ander is voorouderlijk. De ander noemt het ballast, een donkere energie. Iets opgenomen, een demon. Het maakt niet uit hoe je het noemt. Het voelt alsof het niet van jou is. Kan jij daar iets over zeggen, Stacey? Hoe kunnen mensen voelen dat het niet van hun is? Want jij kon dat dus heel duidelijk. Ja. En eventueel ook wat ze er, als ze dat ontdekken, wat ze er dan mee kunnen doen. Ja. Kijk, wat enorm belangrijk is als je hier mee bezig wil gaan, is dat je weet wanneer je in flow bent. Ja. Ik weet heel goed wanneer ik in mijn flow zit. Dus ik merk ook heel snel wanneer ik uit flow ga. En dan ben ik dus nieuwsgierig. Dan wil ik weten, wat is er dan aan de hand? Wat heeft het getriggerd? Waardoor, ja, er is iets. Er is iets, er is iets anders. Ja. En ik heb heel vaak bij trainingen, en zeker bij meerdaagse trainingen, zoals wat we laatst hadden met zoveel publiek. En als je dan gaat doen aan het karma burning. En de reset reiniging, met al die schaduw. Ja, dan heb ik heel vaak dat ik dan voel ik een soort verzwaring soms. Het is heel belangrijk dat je bij dat soort events eigenlijk, dat je eigenlijk met shamanen werkt die dat afvoeren. Want er wordt heel veel gereleased daar. En anders dan heb je kans dat je bepaalde dingen meeneemt. Nou, hoe mijn lichaam reageert, is mijn lichaam die doet op dat moment, gaat het in een soort survival modus, mentale survival modus, waardoor ik gewoon in een soort flow kan blijven. Ik weet dat als ik op dat moment naar iemand toe ga die dat
los kan halen bij je. Dat ik off-balance ben even. En tijdens een event wil ik dat niet. Mm. Dus ik neem dat dan of met me mee. En dan is het wel iets zwaarder voor mij. Maar dan kan ik het gewoon handelen. Dan dat ik off-balance raak. En dat is wat ik toen op dat moment had. Toen voelde ik dat ik iets bij me had wat niet van mij was. Wat mij eigenlijk bezwaarde. Maar ik wilde niet daarvan af op dat moment. Mm. Om dat risico voor die onbalans niet te vinden. Want mijn lichaam gaat direct proberen te corrigeren. En dan kan ik gewoon weer presteren. En dan blijf ik gewoon in die flow van die training die ik nodig had op dat moment. Dus ja. Wat ik zelf ervaar is als je dat sowieso vooraf mijn state of mind en mijn hele eigen energie ongelooflijk belangrijk is. Dus ik zorg vooraf. Dat is misschien ook een goede tip voor mensen die snel dingen kunnen opnemen. Zorg ik dat ik echt helemaal in mijn eigen afgesloten cirkel met mijn engelen en alles mijn gidsen om me heen sta. En dat alles wat mij niet dient door me heen gaat, through me, not with me, dus niet bij me blijft. En als je dus merkt dat je dan gevoelig kan reageren daarop. Sowieso werken wij altijd met reinigingsrituelen. Mm, ja. Dus wat jij zegt, dat kan door een shamaan, maar dat kunnen wij ook prima zelf. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook nog wat wij in de live events doen, zijn ook echt wel met salie of met geurtjes. Geurolies. Ook de andere mensen die daar we leren ze ook technieken om zich daarvoor af te sluiten. En dan kan het ook altijd nog zijn dat iets doorheen sijpelt. Mm-hmm. En wat ik mooi vind bij jou is dat je zei, ik kan het nu herkennen en ik kan het parkeren. En ik denk dat heel fijn is voor mensen, dat ze er niet bang van worden. Ja. Want het kan ook altijd weer los. Ja. En dat mensen heel vaak het idee van, oh, ik ben nu bezeten of ik heb iets en ik kom er nooit meer vanaf. Mm. Ja, alles is energie. Ja. Alles heeft de frequentie en kan gewoon stromen. En ook deze frequentie kunnen we beïnvloeden. Eigenlijk maakt het niet zo uit of het nou van jou is of wat niet. Het is een energie die niet meer dient. Ja. Toch? Ja. Dus het is ook heel fijn als je met die energie kan gaan spelen. En als je dat gaat herkennen. En wat ik daar ook bij jou hoor is, word gewoon heel erg lichaamsbewust. Ja. Word gewoon heel erg lichaamsbewust. En weet dan, oh ja, dit is inderdaad niet van mij. Op een gegeven moment is dat een weten. In het begin zul je nog twijfelen. Maakt ook niet uit. Ja. Want als het niet goed voelt, ga je er wat mee doen. Ja. Sowieso. Mm. En voelt het op een gegeven moment, weet je, ja, oké, het voelt niet goed omdat ik iets heb opgepakt. Net zo weinig erg. Ik bedoel, het is gewoon nog steeds een energie die weg mag. Ja. Of het is, ik heb iets zelf even niet lekker. Ik loop zelf een emotie te onderdrukken of wat dan ook. Dan mag hij er ook uit. Ja. Ik denk dat dat heel fijn is. Hè? Dat zeker. Je zo bewust wordt. Ja, zeker. Wij hebben met 24/7 bijvoorbeeld hadden wij vroeger, moet je voorstellen, in de jaren 90 hadden wij misschien wel 3, want we hebben shows van een half uur, hadden we misschien wel 3 op een avond. Hè? Dus je bent dan zo, je loopt op een gegeven moment zo leeg daarop. En als het dan gewoon. Je bent alleen maar aan het geven. Ja, joh, dat, alleen maar aan het geven. Ja, en je gaat echt op een gegeven moment loop je gewoon helemaal leeg. Ja, het is echt alleen maar yang energie. Ja, dus juist, het is geen yin. Ja, je houdt het gewoon niet meer vol. Nee. En wat helemaal is op die leeftijd en met ons management, iedereen was onervaren op dat niveau. Ja. Dus priming. Ja. Geen idee wat het is. Ga naar gewoon die bühne op en doe je ding. Ja. Maar dat doen we. Nee. Maar nu. Ja, dat is dat priming waar ik het over had. Exact. Dus vooral. Juist, exact. Leg dat even uit. Nou, heb je bijvoorbeeld. Wij waren begin van het jaar. Er was ook een uitzending bij Boeren in de Polder. Ik weet niet of je het gezien hebt. Bij Joris Linsen. Daar zijn ze mee geweest. Achter de coulissen. Ja. Backstage. Hoe wij dat doen. Hoe wij primen. Lian en ik. Ja. En dan zitten we bij elkaar. Want je moet je voorstellen. Onze show zijn 25.000 man op die bühne. Dat is een partij energie wat op je afkomt. Ja, als je daarmee moet gaan mingelen. Ja, dan moet je gewoon je mannetje staan op energetisch niveau. Dus we moeten zorgen dat we in energie powerful op die bühne komen. En dan kan je ook, dan neem je publiek mee. Hè? Dan gaan ze allemaal mee in je energie. Dus je primet dan. Wat wij doen is met bepaalde ademhalingsoefeningen, breathwork, zitten wij tegenover elkaar. En dan hebben wij onze routine erin. Want waar het vooral om gaat is dat je primet. Dat je bewust weet, oké, wat ga ik doen? Wat is mijn intentie? Wat ga ik straks doen? Ja. Hoe moet ik mezelf voorbereiden op wat ik ga doen? Hoe kan ik nu al zijn wie ik straks wil worden? Dat vind ik altijd heel erg belangrijk. Ja. Dus die priming, je hebt allerlei manieren om dat te doen. Die is essentieel. En dat verschil is met nu, had ik dus vroeger niet. Ja. Weet je wel? En nu was het zeg maar zo met laatst, dat er iets gebeurde wat ik niet door had hoe dat kwam.
Maar daar heb ik later mee gedeeld. Ja, want dat kan wel eens gebeuren. Ja, ja. Het is niet zo dat je altijd alles kan tackelen. Ja. Dat is ook oké. Okay. Daar mag je dan ook wel oké mee zijn. Zeker. Als je in paniek raakt. Juist, dat is van belang. En dat was jij. Je bleef gewoon die tijd, je zei allemaal waar. Je was observant. Ah ja, dit gebeurt er nu. Prima. Ja. Ik laat het zo los. Ja. Voor nu blijf ik even in de flow op deze manier. Ja, ja, ja. Dat is dan voor jouw strategie die heel goed werkt. Ja, super. En dat is echt mooi om te zien. Ja, maar sowieso vind ik hoor. Dat, ik vind primer, ik vind het zo'n mooi ding. En zeker ook in het kader van creëren in plaats van te reageren. Kijk, vroeger reageerde ik dus wat er gebeurde op die bühne. Nu creëer ik als ik besta. Ik creëer eigenlijk al mijn space. I own the stage. En het publiek neem ik dan mee. Ja. Want ik heb een verhaal. Ja. En ik neem ze dan mee. Of je nou met z'n tienen bent of met 25.000. Ik heb je verhaal te vertellen en ga met me mee. En als je met die energie en overtuiging die bühne opkomt, dan gaan ze ook met je mee. Mooi. Weet je, en dat is ja, dat is gewoon heel erg gaaf. Wat ik trouwens ook gezien heb, en dat wilde ik jou vragen, is op een gegeven moment, namelijk bij Manifestation, want mijn vrouw die kon er elk moment bevallen, weet je, dus ik was er niet altijd bij, maar op een gegeven moment kom ik dus weer terug, want het was allemaal oké, loos alarm, dus ik kom weer terug en ik zit erachter en ik hoor, ik voel een soort energie in die zaal en ik denk, wat gebeurt er? En ik keek en toen was jij met die sessie bezig. Ja. My god, wat een sfeer was daar. Ja. Je nam die mensen volledig mee in hun ding. Ja, maar ik vond dat zo gaaf. Ja, je zei het, ja. Wow. Ja, de reset. En dan daarna het empoweren. Echt het... Ja. Ongelooflijk. Ja, wat is je vraag daar? Ja, nee, ja. Hoe ervaar jij dat zelf dan? Ja. Want er gebeurt nogal wat in die zaal. Ja, super intens. Ja, wat ik... jeetje, dat is een goede vraag zeg. Kijk... In zo'n reset, dan wat de eerste instantie doen is mensen mee naar binnen. Hmm. Sowieso, ga maar naar binnen. Ja. En vertrouw maar op dat het onbewuste dat nu aanraakt, het donker, wat echt licht mag worden. Waar jij nu behoefte aan hebt om te groeien en te bloeien. Dat is al de state of mind, als je het hebt over state of mind, waar we de mensen in neerzetten. Wie is we trouwens? Ja, dat zeg ik dan, hebben we. Ja. Ja, dat is interessant, want ik sta daar. Ja, ja, maar die gidsen misschien? Ik denk toch mijn gidsen. Okay. Ik denk dat ik, daar ben ik me ook veel later van bewust geworden dat... Jij zei het net ook zo gekscherend vooraf aan de podcast, van soms zeg ik dingen die best wel nuttig zijn. Ja, ja. Ik hoor mezelf wel eens terug en denk, goh, heb ik dat gezegd? Ik denk, jij dat ook hebt? Ja, ja, zeker. Ja, en zeker. Later dacht ik denk dat ik gewoon ook echt geleid, ik voel eigenlijk ook wel dat ik geleid word. Ja. Ook zodat ik mag ook dingen zien en dingen voelen bij mensen. En dat is echt een gift. Dus terwijl ik met wat dan ook, wat groter is, mijn gidsen... het publiek, we zijn één op dat moment. En dat is denk ik de sleutel naar beweging en transformatie. Mm-hmm. Als je samen die energie bent, dan kun je samen veel meer bewerkstelligen dan alleen. Ja, ja. Dus ik maak gebruik van de kracht van samen. En op dat moment dat we opruimen wat er opgeruimd mag worden. Gewoon in het moment zijn. Dus niet het heftige groter maken, maar gewoon ervoel het maar. Doorleef het maar. En dan vanuit dat... de energie die dan dus transformeert, gaan we door. En dan komen we in een situatie waar we waar je zo connected bent met al het grotere. Wat jij net eigenlijk vertelde, dat je die soort visioen of een droom had met alles wat groter is dan jezelf. En dat je weet dat jij dat bent en dat het zich mag gaan ontluiken. Die energie, die komt dan vrij. Ja, en dat is waar jij op dat moment binnenkwam. Ja, ja. Dat is natuurlijk huge. Dat ontstijgt de zaal, dat ontstijgt Nederland, dat ontstijgt alles. Ja. Dat is gewoon universeel. En dat, die energie, die nemen we mee. Ja, dan ja, heel gaaf. En dat wat is magic. Ook gaaf, weet je wat ik, waarom het ook mij triggerde? Is omdat ik heb door hoe ik ben, door mijn hechtingsprobleem van vroeger, heb ik mijn hele leven lang hechtingsangst gehad ook. Hè? Dus ik had bij mij dan nomineerde de bindingsangst vooral. En ik heb toen werkelijk een spoor van ellende achtergelaten in relaties. Ook bij mezelf. Ja. Omdat je nou eenmaal resoneert met angstige mensen ook. Hè? Dat is de energie die je trek je dan hebt. Aan. Precies. Dus op een gegeven moment ben ik daarmee aan mezelf gaan werken. Met Hanna Kuppen toen. Heel intensief heb ik daar toen trainingen van gevolgd. Oh, waardoor ik daarmee
mee verder kon. Hè? Maar ik vond het zo geweldig werkelijk, die sleutels die ik daar vond, dat wij op een gegeven moment zelf opleidingen zijn gaan volgen, Lien en ik, om daar mensen mee te helpen. En dan ga je ook terug natuurlijk naar het innerlijke kind. Naar de oorzaak. Ja, precies. Ja, en voor ouderen of armies. Ja. Maar wat ik mooi vond bij jou, is dat je op een gegeven moment, want jij deed, ik herkende dingen van mijn training, maar jij ging dan dieper op in. Zij gingen echt praten met hun moeder. Ja. En ze gingen terug naar hun kind zijn. En het was bijzonder hoe mensen, hoe ze die behoefte voelden om dat te kunnen vertellen. En dat iedereen ging. Iedereen ging. Ja. En dat is ook de veiligheid die we eerst neerzetten. Mm. Dus ook in het stukje, ik denk niet eens dat het bewust is hoor, want nu het zo bewust vraagt, denk ik, oh ja, als ik er boven hou en dan kijk naar, dan is dat dus geprimed. Ja. Van het is veilig en ik sta mezelf toe en alles wat gezegd mag worden, mag ook gezegd worden. Daar ligt zoveel lading vaak op. Hoe vaak is onze mond niet gesnoeid? Zeker. Hoe vaak moesten we ons inhouden? Ja. Hoe vaak mochten we niet emoties tonen? Mm-hmm. Het enige wat ik doe is zeg, kom maar. Ja. I'm here, weet je? Ja. En ga. En dat voelt dan zo, ja, dat letterlijk, dat propje uit dat rietje. Ja. Je ziet dat mensen, dat het vast zat. Dat ze dat willen zeggen. Ze weten niet hoe, of de moeder is er niet meer, of ze hebben het contact, of ze durven het niet meer. Dat zit niet in hun interactie. Precies. Maar, dat was een bevrijding. En er stonden mensen van techniek in tranen, hè? Ja, ik zag het. Ja, geweldig. Het was overweldigend, bizar en mooi. Ja, en het mooiste is ook, en dat is dan misschien ook wel wat het zo bijzonder maakt, is het komt vanuit intrinsiek. Hmm. Dus er is niks van we moeten nu, je moet nu praten, je moet nu schreeuwen, je moet nu... Ja. Nee, het komt omdat je voelt dat het los mag. Dus het is geen trucje. Het is, het is echt een intrinsieke beweging. Ja. En die begeleid ik dan helemaal tot aan het moment dat je weet, nu kan het er zijn. Ja, en dat losknippen. Ja. Dat vond ik bijzonder, want dat doen we ook in de training. Maar ik vond het zo mooi hoe jij dat deed. Ja. Wij doen die training, geven wij niet meer. Maar ik vond het zo mooi hoe jij, en ik herkende dat ook. Dat symbolische, maar wel die intentie waardoor ze toch op een gezonde manier losraken van die pijnlijke kant van die connectie. Alleen die pijnlijke kant. En jij kan daarna opnieuw verbinden als je dat voelt. En dat hoeft niet. You're free to do it. Maar ze hebben, al die mensen die jij tegenkomt in je leven, die hebben een zielsconnectie met jou. Ja. Ergens ooit een afspraak. Ooit zijn ze energetisch met jou verbonden. Noem het een zielsafspraak, noem het energetisch, noem het een trilling. It's all okay. En als dat destructief is, dan heb jij daar niets meer aan. En dan is het nu, als dat zich nu aandient, in welke vorm dan ook, dan betekent dat je het los mag laten. Ja. Anders dient het niet aan. Exact. En daar is dat doorknippen. Hè? Dus in die hele reset zit systemisch zit er een heel stuk in voor ouderlijk, karmisch. En alles in de precies in dat. Maar dat heeft me ook al heel veel jaren. Het is eigenlijk op me neergevallen als zo gaat het zijn. Maar door al die jaren, mijn eigen processen en ervaringen, kon het samenvallen tot, maar als we het zo doen, dan weet je zeker dat de mensen het loslaten. Weet je zeker dat het celstructuur verandert. En dat is ook aangetoond. Dus dat is ook zo gaaf. Ja, sowieso aangetoond. Maar kijk, het is net wat ik zeg. I walk my talk. Ik heb dit zelf ervaren. Ja. Hè? Ik heb dit ook in training heb ik dit zelf gedaan. En daarna heb ik er anderen mee geholpen. Dus ik weet wat een opluchting shift dat is. Hoe je er van los kan komen. Ja, het mooiste was misschien, ik zeg altijd, dat zal je ook herkennen, als je optreedt in een zaal in Friesland en je hebt dan de mensen met polonaise naar buiten lopend, la 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 la, nou dan heb je het goed gedaan. Ja, als je daar los krijgt. Toch? Ja, absoluut. Nou, in Brabant is het een eitje, weet je wel. Dus als er dan in een zaal waar we geleerd hebben allemaal onze emoties te onderdrukken en er zit een Fries in de zaal, een man, en die staat op, en dat gebeurde bij Manifestation, en die staat op en die zegt, dit is helemaal nog nooit gebeurd, maar mijn hart is open. En die was ontroerd en die had gehuild. Dan denk ik, wauw, dat is kicken, hè? Fantastisch en echt waar, niks is mooier. En dat vond ik ook weer bij Manifestation, dat vind ik bij events die ik geef, ook bij public speaking events of bij gewone state of mind events, is de verlichting waarmee, die motivatie, de inspiratie waarmee mensen weggaan. Hè? De challenge zit er natuurlijk in het volhouden daarna. Hè? In het vasthouden, blijven houden van die versie van jezelf. Want je wordt
Ja, je wordt vind automatisch... een peer group. Ja. Vind ja. een ja. peer group. Ja. Blijf zodat met je... die mensen ja. in contact, want daar ja. ligt de antwoord. Als je daar kan, kan je het overal. Tuurlijk. Het is ja. de omgeving, hè, toch? Stacey, het is waar toch? Die dan weer invloed heeft, waardoor je weer in een andere state of mind komt. Precies, wat ik net zei. Ja. Je, soms moet je disconnecten van ja. je omgeving om te reconnecten met ja. jezelf. En als je niet oppast, dan trekken die mensen, die trekken je gewoon weer terug waar je was. Daar waar je zij dan. Zijn vaak. Ja. Zoek, als jij zei het net al, ik had toen zulke andere vrienden dan nu. Nu heb je vrienden die je upliften. Nu ja. heb je vrienden die exact. Zorgen dat je op die frequentie blijft. Die gelijkgestemd met je praten. Toen moest je steeds vechten voor je plek, weet je wel. Ja, je zei dingen die mensen vonden mensen raar, vonden mensen vreemd. Ja. Mensen, hou op met overtuigen, zeg ik altijd. Ga niet met die mensen bezig. Ik had het hele medische circuit kunnen overtuigen. Waar ik nu nog uitgeput op ja, de bank ja, 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 ja. Nee, we ja, zijn ja. iets nieuws begonnen. Ja, ja. Jij ook. Ja, ja. En daarmee gaat de sneeuwbal rollen. Ja. Dat geeft energie. Ja, en dat is te je gek. Je bent daar niet meer. En dat is het mooie als je... Als mensen, en ook mensen van jouw podcast, die gaan op een gegeven moment steeds meer open. Hè? Steeds meer beseffen van, ja. oké, wat is het eigenlijk mooi? Hoe kan je dingen herkaderen waardoor het je dient? Hoe kan je zodanig over dingen nadenken? Of hoe kan je overtuigingen ombuigen? Hoe kan je je realiteit buigen naar een scenario waar je gelukkig van ja, wordt? Ja, hoe kan je emoties herkennen en handelen? En deze podcast is ook weer gelijkgestemd voor heel veel mensen, ja. waardoor ze weer kracht ervaren. Ja, ja, ja. En daarom is het ook zo mooi dat jij hier bent vandaag. Ja. Zodat we dat weer nog meer doen. Ik ga je even keuzestress geven, Stacey. Okay. Daar ga je. Oh, there you go. Muziek is in mij of gaat door mij? Is het ja of nee? Of ja of nee? Oh, je moet kiezen. Oh. Moet kiezen. Sorry. Ja. Sorry. Het is een keuze. Dus muziek is in mij of gaat door mij? Eén van de twee. Is in mij. Aards of multidimensionaal? Multidimensionaal. Spiritueel of down to earth? Spiritueel. Gelukkig of gezond? Gelukkig. Doen of zijn? Zijn. Zweethut of ijsbad? Ijsbad. Westers eten of leven op lucht? Westers eten. Ja. Zelfbewustzijn of ego? Zelfbewustzijn. Geloven of zien? Geloof. Therapie of zelfredzaam? Zelfredzaam. Puur natuur of natuurlijk? Natuurlijk. Regulier of complementair? Complementair. Meditatie of in de natuur zijn? In de natuur zijn. Volg je dromen of succes is een keuze? Succes is een keuze. Links of rechts? Rechts. Aangeleerd of aangeboren? Aangeboren. Het leven is een keuze of het leven kiest jou? Oh. Het leven is een keus. Toeval of manifestatie? Manifestatie. Ja of nee? Ja. Toch interessant. Rechts kies je? Ja. Vertel. Ik ben rechts. Ja, is dat? Ja eigenlijk een andere reden daarvoor voor heb ik eigenlijk. Oké, okay, leuk. Ja. Rechts emotioneel staat voor de mannelijke kant. Oh, echt? Oké. Okay. Dus ik dacht, misschien zou daar nog iets... En sommigen die leggen het politiek uit, maar jij zat gewoon leuk bij rechts. Ja hoor, ik ben rechts. Lekker ja. rechts. Ja. En je zegt, succes is een keuze en het leven is een keuze. In plaats van, volg je dromen en het leven kiest jou. Ja. En ook dus manifestatie. Heb je altijd overal invloed op? Op jouw eigen belevingswereld wel. Als je dat bedoelt met altijd en overal. Ik denk dat je binnen jouw belevingswereld overal invloed hebt. Ja, mooi. Zeg, als ik nou jou hier zou hebben voor een sessie, Stacey, hè, bij Dr. Phil. Waar heb jij nog een uitdaging? Zou je zeggen, nou, als ik die emotie, als ik dat nog anders programmeer, als ik daar nog oplos, dan zou dat nog net even lekkerder zijn. Heb je iets? Nou, toevallig is het zo dat we hebben nu wordt een documentaire opgenomen over mijn tijd met 24/7. En men vraagt dan, ja, steeds, hoe ben jij als artiest of als persoon? Wat is jouw work ethic? Wat is jouw drive? En veel mensen hebben moeite met mijn drive. En veel mensen vinden dat ik heel snel ga. Dat ik...
Dat is de story of my life eigenlijk. Hè? Ja. En mensen begrijpen het dan niet. En een bepaalde energie, een bepaalde frequentie is onbekend, onbemind. Dus men wordt dan een beetje bangig van je. En dan vinden ze je bedreigend of intimiderend. En dat is wat ik in mijn leven vaak meemaak. Binnen een bepaalde, op een bepaalde frequentie. En en ik heb dat ook wel eens met Lien. Die vindt dan ook dat, ja, deze kan je. We even kunnen, weet rustig, je, terwijl. Ja. Maar ik word een soort van gedreven ergens door. Ja. Dat ik dingen moet doen. Ook als ik een idee heb voor een boek bijvoorbeeld, dan ga ik zitten en dan ga ik de keer op dat ding. En ik weet niet waar het vandaan komt vaak. Hè? Maar mm-hmm. ik zeg dan, nee, nu moet ik gewoon schrijven. Ja, zeggen, ja. Ja, maar dat kan toch, jongen. Kan toch nu niet, of het is onhandig, of komt het man het morgen niet. En jij zit dan in de flow en daar wil je aan overgeven. Ja. En dan kan het soms heel uitdagend zijn om met mensen te zijn. Zeker. Dan is het voor jou veel lekkerder om even geen rekening te hoeven houden met al je... Klopt, dus, maar zo is dus mijn leven ook bijna ingericht. Hè? Zodat ik dat kan doen. Ja. Maar het is soms ook wel een uitdaging. Ja. Weet je wel, want het brengt me ook in moeilijke posities soms. Ja. Noem eens een voorbeeld. Oh, nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld 24/7. Is een voorbeeld. Nens bijvoorbeeld, die kon niet aanhaken. En dat bracht problemen. Want, jij wilde door. Ja. En dan werkt het als een rem voor jou. Ja, precies. En dat frustreert mij. Ik heb een soort, kijk, ik zit getatoeëerd met vlinders. Ik heb vrijheid is mijn... Weet je, dan heb je het meeste aan mij. Als ik laat mijn creatieve geest vrij, dan kan ik prachtige dingen voor jou maken ook. Maar als jij je bedreigd voelt, omdat je denkt dat ik de boel wil overnemen, dan wil je me beknotten. En dan, nee, dan heb je aan mij een slechte. Ja. Weet je? Maar ergens zou ik dat soms wel willen kunnen. Kan je goed verliezen? Jawel, zeker wel. Ja. Maar. Ja? Maar ik wil er wel bij zeggen dat verliezen maar een betrekkelijk begrip is natuurlijk. Ja. Hè? Kan jij oké zijn met als anderen sneller, beter zijn dan jij? Ja, dat inspireert mij enorm. Omdat je het zo herkent als een ander, als ze dat bij jou ook zouden doen. Nou, niet per definitie om die reden, maar omdat ik dat gaaf vind. Dat het kan. Dan leer ik. Dan ben ik heel nieuwsgierig. Van, oh, wauw. Ook iemand die het niet met mij eens is, maar heel overtuigd is. Ja, ben ik enorm nieuwsgierig naar. In plaats van dat ik tegen hem inga omdat ik anders denk. Nou, ik vraag het ook omdat je in je verhaal vertel je dat je vrijheid je eigenlijk is je dierbaarste bezit. Mm-hmm, je hebt natuurlijk in gevangenschap was het thema. Hè? Dus het is bijna paradoxaal. Ja. Dus de gevangenschap die je hebt ervaren geeft nu die extra drive om vrij te zijn. Ja, ja. En in die gevangenschap heb je wel je vrijheid gevonden. Mm-hmm, mm-hmm. Herken je het dan nu dat het een flow is? Of is het ook nog een stukje waarom je geldingsdrang? Kan je die flow, kan je die state of mind ook... Want je kiest ook voor een vrouw, je kiest ook voor kinderen, je kiest ook voor een community... Mm. Kun je ook dus voor jezelf daar dan een weg in vinden? Beknot het je echt? Of is dat omdat je het idee hebt dat je wordt beknot? Nee, ik zal me nooit laten beknotten. Dat is één. Ja, maar dat is misschien al de mindset die je niet... Die dan... Nou, weet je wat het is? Ik heb het gevoel dat wij... Ik ben ervan overtuigd dat wij in het leven elkaars passanten zijn. En dat betekent dat je... Soms ga je samen en dan gaat mijn pad zo en die jou zo. En ik kan echt je met liefde kan ik je omarmen, maar ik kan je ook met liefde loslaten. Ja. Ik vind dat niet zo heel erg. Dit herken ik heel sterk. Dus de vraag is, als het je belemmert of als je er last van hebt, of dat je zegt, dit heb ik dus in mijn leven en dat vind ik soms wel uitdagend. Mm-hmm. Dat was toch volgens mij ook wat je zei? Ja, nee, ik zou wel eens soms voelt het bijna alsof ik een loner blijf. Ik denk ook dat dat zo is. Weet je wel? En maar misschien is dat wel mijn pad. Misschien is dat wel mijn missie. Ja. Misschien. Maar dan. Want je weet dat de vertaling in het Latijns van passie pijn is, hè? Ja. Weet je of je het weet. Ja. Dus dat hoort dan misschien wel bij me. Misschien is dat wel iets wat ik dan moet doen. Maar ik zou soms ook wel eens willen weten, hoe is het nou om niet zo te zijn? Ja. Weet je wel? Maar ja. Goeie, ja. Weet je, ik heb er geen problemen mee, maar als je vraagt, ja, wat is het dan? Wat zou je nog wel willen weten of willen doen? Is het dan doen? De pijn die jij ervaart of is het pijn die je anderen dan misschien onbewust aandoet? Wat je dan vervelend vindt? Nou, misschien ervaren anderen het als pijn. Ik geloof niet dat ik dat denk dat ik het ze aandoe, want ik denk dat ook zij hun pad hebben. Hè? En dat mensen die met mij in contact komen en daardoor pijnlichamen geraakt krijgen,
Dan is dat een onderdeel van hun eigen pad. En dan ben ik een messenger. Ja. Dus ik heb niet het gevoel dat ik hen iets aandoe, weet je wel. Ja. Ik denk dat ik dan een messenger ben in hun leven. En, ja, nou, ik denk dat het wel heel mooi is als je kijkt naar het thema wat je zelf beschreef. Hè? Dus echt die hechting die je niet zelf hebt ervaren. Mm-hmm. En nu een manier erin gevonden dat heel mooi is. Dat je zegt, ik kan loslaten wanneer het moet en wanneer het voelt omdat het dan niet dient. Mm-hmm. Dat is natuurlijk prachtig. Dat is de complete aanvaarding van de vergankelijkheid. Dat zou ook betekenen als jouw kinderen loslaten of als ze overlijden. Of dat jij er helemaal oké mee kan zijn. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat je geen pijn hebt, maar dat je daar oké mee kan zijn. In dat vertrouwen. Yeah. En tegelijkertijd komt het nog langs in je leven als zijn een thema waar je op gewezen wordt. Mm-hmm. En dan is het altijd interessant, hè? Als het helemaal vrij zou zijn, zou het geen thema zijn. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Dus waar zit nog in die vrijheid die je al voelt, mm-hmm. wat je al hebt? Waar zit nog die spiegel? Waar zit nog die beknotting? Waar zit nog dat stukje in jou? Dat je nog het gevoel hebt dat je nog moet vechten voor je vrijheid. Ja, hè? Dat hoor ik nog een beetje erin. Mm-hmm. Want ik laat me niet beknotten. Mm-hmm, mm-hmm. Dat hoeft ook niet mm-hmm. als het geen issue is. Ja, ja, ja. Mm-hmm. En toch komt hij nog af en toe langs. Begrijp je wat ik zeg? Ja, ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt. Ja, dat is misschien nog wel iets wat Het speelt en dat zegt iets. Dat mag nog iets. Ja. Dat mag je nog misschien. Mm-hmm, absoluut. Je hebt dan natuurlijk zoveel bereik. Je bent, nou ja, als Boeddha je middelneem zou zijn, dan zou je daar best woordelijk heel in komen. Ja. En dit stukje komt nog langs. Ja, ja, ja. En dan is het altijd interessant. Zeker, ja, ja, ja. Wat maakt dat hij, ondanks Boeddha, nog aandient dat als jij in de flow zit, wil jij gewoon kunnen gaan. Ja. En tegelijkertijd heb je nog mensen in je omgeving die dan zeggen, ja, maar hou even, dat is nu niet handig. Of doe eens rustig. Mm-hmm. En dan voel jij je nog een beetje beknot. Ja, ja, je komt altijd op een soort meersprong, hè? Je komt voor een keuze te staan. Jij? Ik kom dan op een soort punt te staan van, oké, weet je wat moet je dan naar links of moet je dan naar rechts? Hè? En dan zou ik voor mijn passie zou ik dan naar rechts moeten gaan, want die kant ging ik al op. Hè, maar dan voel je een behoefte ergens. En Dat doe ik laatst ook nog opgewezen door iemand. Ja, wat apart weer. Ja, dat is leuk. Dan voel ik die behoefte nog ergens. En dat kan me dan daar wel van afhalen van mijn pad. Hè? En dan is het dus, als je daar dus de state of mind op hebt, dat het er niet af is. Mm-hmm. Want dat is dat de flow van het leven. Ja, ja, ja. Dat komt langs. Mm-hmm. Je vrouw die even aandacht wil. Ja, ja, ja. Of je kindje dat even. Dan, en erop vertrouwt dat die flow dan ook morgen wel weer komt. Mm-hmm. Als er tijd daarvoor is. Ja, ja, ja. Dan hoef je niet voor jezelf krampachtig vast te houden aan het momentum van flow. Begrijp je? Ja, want dan komt er een kramp op momentum van flow. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel een dingetje bij mij, denk toch? Ik. Ja, want mooi? Het is, kijk, je moet je voorstellen dat ik met hoe ik ben, kom dat heel vaak tegen. Ja, dat natuurlijk. Snap ik wel. Ja. En ook bij mensen die mij heel dierbaar zijn. Ja. He, dus dan, ja, dan kom je in die spagaat soms te staan. En ik heb inderdaad dan wel zoiets. Het is of het een of het ander. Ja, en dat hoeft helemaal niet. Nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Hoe ga ik hier uitkomen? Ja. Wanneer gaan we hier nou werken? Nou, laten wij een afspraak maken om dit te doen. Want dat is hartstikke leuk. Ja, toch? Weer groeien en bloeien. Flow, volledig flow. Meer die vrouwelijke energie, meer die zachtheid in je diepste. Dat heb ik laatst ook gehoord. Precies. Die word ik er weer om geweest. Ja. Ja, dat moet dan ik is wel, het wat, niet nee, toevallig nee. meer. Dan komt hij naar je toe. Ja. Hè? Ja. En dan gaan we dat. Je hebt het gemanifesteerd. Dus hij komt niet voor niks langs. Oké, dan. Okay. En dan gaan wij lekker doen. Ja. Als allerlaatste, lieve Stacey. Ja. Want ik geniet enorm van dit gesprek. En we gaan hem afronden. Mm-hmm. Wat zou jij nog aan de kijker en of luisteraar mee willen geven? Je zegt, nou, daar heb ik zoveel zelf aan. Of dat werkt altijd. Of iets waarvan je denkt, nou, kort en krachtig, dit wil ik nog even delen. Ja, wat ik je zelf mag ook die camera pakken, dat is altijd leuk. Ja, nou, ja, wat ik zelf heel erg mooi vind, is het besef wat je kan hebben. Dat je eigenlijk elke dag kiest voor de versie die je op dat moment bent. Onbewust. Hè? En we kiezen daarvoor door eigenlijk niet een andere versie te kiezen. Dus op het moment dat je bent wie je zegt te zijn, dan ben je dat morgen weer. En overmorgen ben je dat weer. Want ja, je brein kent die versie. Maar op het moment dat je
bij jezelf stilstaat en afvraagt van, ja, ben ik nou happy met de versie die ik nu ben? Ben ik, vind ik dat mijn leven zinvol is? Ben ik gelukkig? Denk ik, doe ik waar ik gelukkig van word? En het antwoord zou op een of andere manier nee zijn. Dan zou je best wel eens mogen kiezen voor een andere versie. En dan over nadenken, wie is dat dan? Wie wil ik dan zijn? Wat wil ik dan doen? Wat wil ik dan betekenen? Hoe wil ik dan zijn? En dan ben je eigenlijk al onderweg naar die versie. Dus de keuze die we hebben om te zijn, ja, daar zijn we ons te weinig van bewust, denk ik. Ja, mooi. En ja. Vertrouw dat het zich ontluikt op het moment dat je dat voorneemt. Het hoeft niet meteen morgen dan anders te zijn. Ja, nee. Maar dan gaat het wel het proces, neurochemisch, dat, ja, mentaal, het emotioneel, ja, zet aan. Absoluut. Ja. Nou, mooi. Stacey, ik wil je echt onwijs bedanken. Nou, graag gedaan. Jij bedankt. Ja, het heerlijk inspirerende gesprek. Jouw boeken zijn er prachtig. Dus die wil ik je echt, wil ik mensen meegeven. Ga ze lezen. En ja, wij blijven mooie dingen doen. Ja, absoluut. Dankjewel. Ik vond het superleuk om hier te zijn. Ik ben vereerd. Ik heb de lijst gezien van mensen die er geweest zijn. En nou hoor ik ook bij die lijst. Dankjewel. De Happy Healing Fam. Okay. Dankjewel. Dank jullie wel weer voor het luisteren en op kijken. Je weet het. Je bent zelfhelende kracht en je kunt meer dan je denkt.